De politie is op zoek naar de bestuurder van de witte Mercedes-Benz die gisterenochtend een ernstige aanrijding heeft veroorzaakt nabij de hoek van het Molenpad en de Zwaardenhovenbrugstraat. Bij de aanrijding waren er 4 voertuigen betrokken die allen zware schade opliepen. Politiewoordvoerder Milton Kensmil zegt in gesprek met de nieuwsdienst dat de bestuurder na de daad het voertuig heeft verlaten en in een pick-up zou zijn gestapt. Na die aanrijding dat de bestuurder van die Mercedes-Benz dat die is uitgestapt, is ingestapt in die Ford Ranger en dat ze met volle snelheid zijn weggereden. Dus die eigenaar van die Mercedes-Benz die zit op dit moment met een probleem. 4 personen raakten gewond tijdens de aanrijding. De nieuwsdienst heeft wat beelden vastgelegd van de ravage. Eigenaar van de Ford Ranger die wordt opgespoord. Er zijn beelden vastgelegd. Dus indien hij nog niet is gevonden door de politie, dan wil ik hem van deze kant uitnodigen zich te begeven naar het bureau om een verklaring af te leggen. Ja, zijn voertuig is in beeld. Ja, en ik denk dat wij zeggen en schrijven het al bekend moet zijn wie de eigenaar is van het voertuig. Dus bij deze nodig ik hem uit. Indien hij de politie nog niet voor zijn deur heeft gezien om zelf even naar Nieuwe Haven te gaan. Om dat gedeelte van die aanrijding, om zijn deel van het verhaal bekend te maken. Kensmil benadrukt dat de bestuurder van de Mercedes-Benz nodig is om zich te verantwoorden voor het veroorzaken van de aanrijding.